Get it. Ik ben ook trots om Antwerpenaar te zijn en in mijn thuisstad zo kunnen ontwikkelen. Dat is echt een superleuk gevoel. Ik ben met basket begonnen op mijn 7 jaar. Door de vriendjes op school. Ik heb in Berschaat 12 jaar op school gezeten. Ik ben dan ook bij BBC Berschaat begonnen op mijn 7. En ja, toen was dat nog allemaal all fun and games. De coach heeft mij gepusht en nog veel verbeteren. Aan mijn shot probeer ik sowieso elke dag te werken. En er is al veel verbeterd tegenover de vorige jaar, maar voor dat volgende niveau mag dat toch nog iets beter. Ik moet er nog een beetje ervaring op doen. De juiste beslissingen leren maken op de juiste moment in wedstrijden enzovoort. En dan denk ik dat ik wel een volgende stap kan zetten. Ik heb een Belgische mama en een Congolese papa. Ik ben eigenlijk afgelopen kerstmis voor de eerste keer pas naar Congo geweest. Het was ook voor mijn papa de eerste keer dat hij terugging na al die jaren. Dat was wel een hele emotionele reis. Dus ik vind het wel leuk om zo twee kanten aan uw roots te hebben. Hier ben ik thuis uiteraard in Antwerpen. En Kinshasa is iets helemaal anders, maar we hebben er toch heel hard van kunnen genieten. Dit seizoen was toch, ik wil het geen doorbraak noemen, maar toch wel een... Een soort van statement dat ik op dit niveau thuis hoor. Ik heb me voorafgaand aan het seizoen er echt wel voor mezelf opgelegd van dit en dit wil ik bereiken. Ik wil mij echt laten gelden in deze ploeg en een belangrijke rol spelen. Ik denk dat ik pas een complete speler kan zijn als ik kan zeggen elke match heb ik echt iets bijgedragen in een match en dat hoeft niet altijd met punten te zijn. En dat is nu nog niet altijd het geval, dus daar probeer ik wel naartoe te werken.